aan de pad, zoals iedereen weet. Ik weet nou de oorzaak trouwens van de ketel. Waarom ik trouwens niet warm heb. Gooi gewoon het gordijn open. Moet ook wat gebeuren. Had ik hem ook zo, net als Enzo, zo elektrisch als klein, op het knopje op te drukken. En hij gaat omhoog. Want het is zo zwaar. Nee, nou. Ik kan u wel vertellen wat de oorzaak is. Een bekende man die aan om haar heen? Nee. Dus. Maar ja, ik laat het even zien. Nou, eigenlijk kan ik een beetje wat vertellen. Nou, het zit zo. Als goed hè, kan je op een ketel ook je kachel temperatuur aanpassen, net als aangeven hoe warm je moet aan de ketel. Ik bedoel, zet ik even gelijk licht aan. Dat kan ik beter vertellen. Nou, hier aan kan je ook zelfs temperatuur ommeten met te vergelijken, even hoog, maar dat was hij niet. En ik hoorde van iemand in zijn van, dat is typisch Eneco. Dus, wat heb Eneco gedaan? Die hebben mij hier zitten kloten aan mij. Juist. En ik hoorde dat er wel vaker is gebeurd. Maar ik heb nu warm. Kogel is warm. Ik ben blij mee. De temperatuur was er gewoon niet goed aangepast. Dat was de reden. En ik ben wakker geworden met een keelpijn. In de avond kreeg ik ook keelpijn. En Ganya die las mij lastig gelukkig vallen. Ja, jij. Maar ja, ik ga maar even dingen op de computer doen. En het is nu ook 11:30. En ik ben in ieder geval blij dat de kachel nou doet. Ik heb in ieder geval warm. Zo. Ja, kijk, het is zo lekker. Dit is wel wat ik wou. En gelukkig dat het nu wordt gebeurd. Want het wordt limmer nu ook limmer. Kouwer. En dus daarom. Juist. Maar dan ga ik even nu nog de computer maar snel. Ik heb even video's gedaan. Ik ga even deze borden opruimen. Dus dat ga ik even doen. En nogmaals, ik ben blij en ik ga vanavond, als ik thuis ben, ga ik alle spullen in de ding gooien. En maar we gaan echt hopen dat hij gemaakt is. Ik zet even een geluid zachter. Zo. En ik hoorde trouwens gisteren dat iemand van mijn school langskomt. Ik heb daar al zin in. En ik vind het wel grappig om diegene weer te zien. En ik hoop dat jullie ook blijven genieten van mijn vlogs, want dan, ja, dat vind ik het belangrijkste eigenlijk, wat ik wil zeggen. Ik vind het belangrijker dat jullie het leuk vinden naar deze vlog te kijken en ja. Maar dan gaan we zo meteen naar werk. Het is nu bijna 12:15. Ja, ik ben, want nogmaals, ik heb het heel vaak in mijn vlog gemeld, ik ben slecht in tijd. Excuses ervoor als je dat irriteert. Want dat is me niet mijn bedoeling, maar dan gaan we nu maar even thuis naar mijn werk gaan. Laten we maar nu gaan, snel. Nou, richting huis al, het is al, even kijken, mijn telefoon bijpakken. 3 uur geweest, zoals jullie zien. En ik ga maar naar mijn huis. Er was weinig pulling. En ik ga maar overspreken en ik heb een lekker keelsnoepje genomen. En ik heb echt last van mijn keel nog steeds, sinds vanochtend. Maar wat is het heerlijk, nou eerder klaar te zijn dan normaal. Wel lekker een fijn gevoel, dus laten we naar mijn huis gaan. En ik ga voor de rest zien wat ik ga doen. Ja, ik weet niet. Sowieso iets leuks verzinnen. Maar ja, laten we snel naar huis gaan en voor de rest gaan we zien. Ik ben nu richting het centrum eigenlijk. Dus ik dan ineens denk, hey, wacht. Ik kan even naar het centrum gaan, maar als ik word gebeld, dan doet mijn telefoon het niet. Dus ik kan niet zien dat ik word gebeld. Maar ja, ik vind het apart. Want ik heb alleen sms'jes gekregen van je bent gebeld, maar niet dat ik gebeld ben. Dus ik ga maar even naar het centrum, naar welkom. Dan ga ik even kijken wat er aan de hand is. En ik was trouwens eerder klaar.
ik zei al dat ik eigenlijk eerder klaar was, maar vrijdag, dus over 2 dagen eigenlijk, moet ik langer werken. Want omdat ik vandaag eerder klaar was. Dus ik ga een beetje zigzag lopen en we gaan zien wat er aan de hand is met mijn telefoon. Dus we gaan kijken wat er aan de hand is. En gaan we snel maar naar het centrum toe gaan. Dus ja. Nou, ik ben net, zoals ik al zei, van de welkom geweest. Maar ik ben ook even langs Lidl en Big Bazaar geweest. Maar bij Big Bazaar heb ik deze gekocht. Vond het wel handig. Dus waarom niet als ik zo 2 sets zijn. Eentje voor tablet, eentje voor telefoon. Wel handig. Maar ja, ik ga naar mijn richting huis toe. Even lekker rustig aan, want ik ben niet echt zo super lekker eigenlijk vandaag. Dus het kwam goed uit dat ik eigenlijk niet lang hoef te werken. Dus laat ik maar naar mijn huis gaan. En ja, laten we dat maar even doen. Dus let's go. Maar wat we nu gaan doen is even afwas. Ik heb eigenlijk al de troep daar zo trouwens ook weggedaan. En die heb ik allemaal weer terug gedaan, want dat het nou weer doet natuurlijk. Kijk maar, alles even opgeruimd. Ik wou echt snel een shot maken, maar toch daar maar, ik doe het wel even snel. Maar alleen gaat het een beetje moeilijk open. Of dit bom vol is. Nou, vol mij, maar aan de zijkant wel. Juist, daar zo. Maar ja. Ik ga nu maar even afwas doen en dan laat ik aan jullie zien natuurlijk. Ik dacht, weet je, ik kan het nu alvast doen en ik zat toevallig ook even Enzo te kijken. Maar we gaan nu even maar afwassen. Wordt ook maar gebeuren, dus gaan we dat nu doen. Let's go. The seasons come and go like thoughts of you. Like a wave returns to the sea into the blue. They change but in a cycle that I can't lose. Each painful but delightful to live through. You came into my life just like another season. Not for long, just a time, just like another season. Maybe this time next year.
a diamond from gold. Maybe you are, maybe you are something I cannot define. Maybe you are, maybe you are the fallen kind. I lay in bed with violence, the silent side of me. We see where fire starts to breathe. When I would lay hebben gezien, heb ik afwas gedaan, maar ik ga lekker nu lekker op de computer even lekker relaxen. Ja, dat allemaal voldoende. Dus ik ga dat allemaal even doen en dan lekker ga sowieso even op tijd slapen. Want ik ben ook helemaal brak. En ik ga even denk ik even voor de rest wat ik ga doen is de tweede vraag. Dus ja. En trouwens over telefoon gesproken. Ik ben erheen geweest, maar er was eigenlijk helemaal niks aan de hand. Dat vind ik nou heel raar. Dus, maar ja, ik ga even dan lekker relaxed achter de computer zitten. Gelukkig doet de kachel het. Gelukkig doet de kachel het, gewoon. Ik heb net bij je ketel gekeken. Maar ik had al, ik vind het gewoon nog steeds raar. Dat die Eneco aan mijn ketel heb zitten friemelen, wat er niet hoort te zijn. En ik zit lekker relaxed op de computer nou, zoals jullie hebben gezien. Ajax moet daar ook spelen. En ik wil even bij zeggen, ik ben vandaag niet Glenda, omdat even een moment druk heeft op dit moment. En ja, ik ben ook rot, en dat heb ik ook gelijk bijgezegd, want anders was ik al langs gegaan. En iemand zit de hele tijd te bellen. Terwijl ik geen tijd heb. Dus. En ik zit lekker relaxed op de computer gewoon. En voor de rest zie ik wel wat ik ga doen. En als het goed is, kom ik zo meteen begeleiden. Maar die is nu nog niet. Want ik ga melden. Dat heb ik eigenlijk heel lang. Dit is best wel raar dat ik het nu laat zien. Hij kan op het moment nu komen eigenlijk. Dus. Mijn bril. Niet deze bril. Nee. Bril van me. Deze zit los. Wacht, kan ik wel zien. Laat het zien hier, kijk dit. Dus die la. En ik word gebeld. Ik word op het moment gebeld. Met Sander. Hi. Ja. En ik ben op het moment ook aan het volgen. Als je heel hard roept, dan misschien wel, ja. Wacht, een momentje. Nu nog één keer. Nou, ik ga zo terugkijken. Ik zie wel, erin staat hem niet. Geweldig. Ja? Ja, is goed. Bami, pakang. Oké, we zijn weer aan het bellen, maar dan gaat alsnog die veel altijd halen. Ik wou zeggen, we zijn nu aan het bellen, maar alsnog daalt het niveau. Ja. Maar... Oh wacht, ik heb gelijk terug melden. Joshua, als je kijkt naar deze vlog, waarom ben je met Rutte op een foto geweest? Kan niet. Ja, wat wil je zeggen? Moest ik even snel melden. En dan vind ik Glenda ook. Zo. En dat je overlopen bent. Nou, dan gaat Rutte niet blij wezen. Sorry Rutte. Sorry, heb ik een beetje overlast van mijn keel. Je kan niet wijzen, want we zijn niet bij elkaar. Oké. Okay.
Ja, het zat er nog geen alleen wijzen. Dat is het enige dat je kan wijzen. Ja, wel als je bij zegt. Ja, en als je oplet, hè, dat we het nu ook nog gehad hebben. Nou, ik had trouwens reactie gekregen van kijken en dat zien jullie nu in beeld. Ja, dat ik mijn hardwerk niet zo super mooi is. En zoals jullie hebben gezien, heb ik even lekker fresh geschoren. En ik ga zo meteen lekker douchen. En daarna ga ik misschien lekker YouTube kijken. Ja, ik ga het voor de rest wel zien. Ik kijk altijd meestal YouTube een beetje laat in de avond. Vind ik gewoon leuk om te doen. Jullie vragen al, binnenkort kunnen jullie verwachten trouwens dat een vlog, aparte video online komt over voor mijn oude video's reageren. Kom binnenkort online, ik ben er druk mee bezig, het kost tijd, het is veel geëdit en het komt sowieso 100% online. Maar wanneer is nog even afwachten. Maar ja, laten we maar nu even snel gaan douchen. Ik trok even de lekker joggingsbroek. En ik ga maar lekker slapen. Ik ben nu ook bezig lekker wasje draaien. Maar wat ik nu ga doen is eigenlijk via die brugklas kijken. Dat ben ik nu ook aan het doen. En daarna lekker slapen. Dus. En dus wat ik wil bij zeggen is dat ik het wel afsluiten. Eerst even het gordijn allemaal dicht doen. Dat heb ik elke keer, hè. Dat. Zo. Even goed doen. Heeft de laatste tijd echt veel of toen niet en of toen wel en dan of toen niet. Dus. Maar wat ik nu wil zeggen is, ik hoop dat jullie deze vlog allemaal leuk hebben gevonden. Vonden jullie deze vlog leuk? Dit is zo. Blauw duimpje omhoog. Ben jij trouwens nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Zou het tof zijn als jullie hier beneden abonneren. En zeg ik vast veel kijkers een nieuwe vlog ontzetten. En dan zeg ik hierbij, later.